Naast deze molen woonde een oude molenaar, lang geleden. De molenaar werkte er jarenlang met heel veel plezier, want het is het mooiste vak wat er is, molenaar zijn. Maar het werd hem te zwaar. Hij werd ouder en hij kon moeilijker de trap op en met de zware zakken, dat viel hem ook allemaal niet mee. En het liefst zou hij de molen nalaten, maar hij had geen kinderen, had niet eens een vrouw. Maar wel drie knechts. De twee ervan waren al wat langer bij hem. Eén, Hans, was er nog niet zo heel erg lang. Hij liet de jongens bij zich komen. Jongens, jullie hebben het wel gemerkt hè, de laatste jaren. Het gaat niet meer vanzelf met mij. Ik vind het nog steeds een fantastisch mooi vak. Maar het wordt me te zwaar. Ik word te oud. En ik wil eigenlijk de molen aan een van jullie drie nalaten. Maar omdat jullie mij alle drie even lief zijn, weet ik niet aan wie. En daarom heb ik iets verzonnen. Ik heb er altijd van gedroomd paard te hebben. En als ik straks niet meer zoveel hoef te werken, dan kan ik rijden en het paard verzorgen. Dus mijn opdracht voor jullie is... Zoek het allermooiste paard in de hele wereld dat je kan vinden. En degene die met het mooiste paard aankomt, die krijgt de molen. Nou, dat lieten de jongens zich niet zo niet ontnemen. Ze renden naar hun slaapvertrek, pakten hun spullen bij elkaar, deden het in een knapzak, namen nog wat brood mee van lekker meel van de molen en gingen met z'n drieën op stap. Ze liepen lekker door de wijde wereld in. Toen ze een paar uur gelopen hadden, keken de oudste twee elkaar eens aan. Ze hadden er weinig vertrouwen in dat Hans het ook zou redden. Eigenlijk wilden ze hem kwijt. Dus bij de eerste de beste dorpje wat ze tegenkwamen, zeiden ze... Hans, zou jij niet gewoon hier in de herberg gaan werken als knecht of zo? Of ga bij de slager werken? Wat moet jij nou met een molen? Is niks voor jou, is een paard zoeken. Ach, dat red jij niet. Nou, maar ik wil gewoon mee hoor, want dat vind ik hartstikke leuk. En het molenaarsvak wil ik graag leren. Dat vind ik leuk. En het paard zoeken vind ik ook wel een uitdaging. Nee, ik ga gewoon met jullie mee. Dus ze hadden niet zoveel keus. Met z'n drieën liepen ze door. Tot ze bij de rand van een groot bos kwamen. Een groot donker bos waar in die tijd nog veel wilde dieren woonden. Maar het waren stoere jongens. Ze liepen door met hun knapzakjes. En ze hoorden wel eens wat ritselen opzij. Er viel wel eens iets uit de bomen en wat zou daarvoor beest? Oogjes! Maar ze liepen toch door. Tot het echt donker werd. En toen moesten ze wel een slaapplaats gaan zoeken. Wie wilde op de grond liggen van zo'n bos waar een slang kan kruipen of een beer kan aankomen of een wolf? Maar Hans zag iets. Daar! Daar jongens, daar! Ik denk dat daar een grot is. Nou, ga jij daar dan maar kijken Hans, want je weet nooit wat er in zo'n grot woont. Dat was goed. En Hans ging naar de grot, klom erin, betastte de wanden, voelde op de grond of er geen resten lagen van prooien of berenpoep. Maar er lag niks. Kom maar jongens, kom maar, het is hier veilig. En de andere twee kwamen eraan, klommen ook in het hol. En ze legden hun kleren op de grond om het een beetje comfortabeler te maken. En ze aten hun lekkere boterhammetjes op. En toen maakten ze zich klaar voor de nacht, want ze waren moe van de hele dag wandelen. Wandelen? Lopen. De oudste twee keken elkaar eens aan en knipoogden. Dat had Hans niet gezien. Ze gingen lekker slapen. Maar toen Hans de volgende ochtend wakker werd,
keek hij rond. Toen bleek hij alleen te zijn. Ze hadden hem gewoon in de steek gelaten s'nachts. Hans ging eerst maar eens op de grond zitten. Nou, daar zit ik dan. Toen kroop hij naar de rand van de grot. Misschien zie ik ze nog. Dan was het nergens meer iets te zien. Geen spoor van de andere twee. Dus hij grabbelde zijn boeltje bij elkaar, deed het in zijn knapzak. En kroop de grot uit. Daar stond hij dan. Welke kant? Nou, de kant die ze ingeslagen waren, maar die zou die dan maar verder gaan lopen. Dus hij ging een beetje mismoedig in zijn eentje op stap door het bospad. Daar hoorde hij iets. Het was een katje dat langs de kant van de weg stond te zingen. En toen ze stopte, zei ze: dag Hans. Dag. Dag Hans. Jij zoekt een paard, hè? Komt goed. Ja, ik zoek een paard. Ja, dat klopt. Ik kan jou helpen, Hans. Ik kan jou helpen. Als jij 7 jaar voor mij wilt werken, krijg jij na die 7 jaar het paard wat jij zo graag wilt hebben. Maar Hans dacht er niet eens zo heel lang over na, want hoe moest hij anders aan een paard komen? Hij wilde best werken. 7 jaar, nou ja. Wat is 7 jaar als je een mooi paard kunt verdienen? Dus samen gingen ze op pad, Hans en het katje. En ze liepen naar de rand van het bos. Daar is mijn huis, zei het katje. En Hans keek die kant op en hij zag een somber groot huis, een beetje vervallen. En toen ze naar binnen kwamen was het muf met spinnenwebben en de tochten er. Maar het katje ging Hans voor naar een grote eetzaal en daar stond een tafel helemaal gedekt met de heerlijkste spijzen. Ga lekker zitten, Hans. Je zal honger hebben. En Hans ging zitten en hij liet het zich lekker smaken. Toen ze lekker gegeten hadden, klapte het katje in haar pootjes. En toen kwamen er 3 katjes aan. En de een had een viool bij zich en de andere een harp en de derde een fluit. En ze gingen prachtige muziek maken. En het katje zei tegen Hans: zullen we dansen, Hans? En Hans stak zijn hand uit in het pootje van het katje. En samen dansten ze op de maat van de muziek. Maar Hans was wel heel moe en hij wilde wel naar bed. Dus het katje klapte opnieuw in haar handjes, pootjes. Pootjes. En toen kwamen er weer 3 bedienden. En 1 ging Hans voor met een laker. Trap op. En de tweede deed de deur open van een mooi slaapvertrek. En de derde hielp hem lekker in bed. Hans was zo moe dat hij niets meer wist en meteen in slaap viel. En toen hij wakker werd, waren daar weer 3 bedienden, weer 3 katjes. En 1 hielp hem eruit. En de tweede kleedde hem aan. En de derde waste hem en droogde zijn gezicht met haar staart. Lekker zacht. Ze gingen hem voor naar beneden, naar de eetzaal. Daar zat het katje al klaar met een heerlijk ontbijt. We gaan eerst lekker eten, Hans, en dan zal ik je vertellen wat ik graag wil, wat je voor me doet. Na het eten, dat het weer zo heerlijk smaakte, zei het katje. Hier heb je een zilveren bijl en een zilveren zaag. Ga voor mij het bos in en hak voor mij hout, veel hout. Je ziet, dit is een heel groot huis, ik kan het niet aanstoken. Hak voor mij zoveel mogelijk hout. En Hans ging met zijn bijl en de zaag op pad het bos in en hij hakte de bomen om. Hij zaagde daar de takken af en hij hakte daar weer mooie kleine blokjes van. En dan maakte hij mooie stapels van. Zwaar werk, had het nog nooit gedaan. En toen hij s'avonds thuis kwam, nou, hij wist niets meer. Hij viel weer meteen zo in slaap. Dat was de laatste dagen steeds zo. En zo ging het ook door. Hans had 's morgens met het katje, overdag ging hij het bos in, werkte hard en 's avonds viel hij als een blok in slaap. Maar het harde werk wende
En toen hij na een week na het eten weer lekker in bed lag, kon hij niet slapen. Misschien moet ik dit huis maar eens een beetje gaan ontdekken, want ik heb alleen nog maar de eetzaal gezien en de slaapkamer. Dus hij pakte de blaker van zijn nachtkastje, opende zijn slaapkamerdeur en ging de lange, donkere gang in. Hij hield de blaker bij de muur. Er hingen maskers op. Maskers met ronde ogen, ronde gaten en die leken hem aan te kijken. Hij ging verder naar de eerste deur. Die deur opende. Leeg. Gewoon verder. Langs die muren weer die maskers die hem allemaal aankeken. En de tweede deur. Oh, hier stonden al voorraden. Ik zag rijst en meel. Nou, het is altijd goed om te weten waar het allemaal staat. Verder ging hij weer. Hij liet zich niet afschrikken door die akelige maskers. En daar was een deur waar een heel wonderlijk teken op stond met krullen. Hij kende het, die had ik nog nooit gezien. En ook deze deur opende hij. En toen hij naar binnen ging, zag hij overal meubels onder lakens. Dus hij tilde een laken op. Een stoel. En hij tilde weer een laken op. Een piano. En dat daar zou dan wel een spiegel zijn. Nee, het was een schilderij. Het was niet zomaar een schilderij. Het was een schilderij van een prachtig meisje. Echt. Haar ogen keken hem aan. Hij was er stil van. En hij keek erachter en daar was nog zo'n schilderij van hetzelfde meisje, nu op een paard. En ze had de mooiste ogen en de mooiste haren en een fantastisch figuur. En Hans bleef maar kijken. En daarachter zag hij nog een schilderijtje, maar nu een kleintje. Zo. Met alleen haar gezicht. En ze leek er wel af te springen. Ze leek wel naar hem toe te komen. Hans verdronk in haar ogen. Hij nam het schilderij mee naar zijn slaapkamer. Ging in bed liggen, zette het naast zijn bed en keek ernaar. En zo viel hij in slaap, dromend van het mooie meisje. En hij werd elke dag dat hij naar het meisje keek een beetje verliefder op het meisje van het schilderij. En de tijd verstreek en overdag werkte hij hard in het bos. En 's avonds droomde hij van het mooie meisje. Hij had geen idee hoeveel tijd er al verstreken zou zijn, wanneer zou nou 7 jaar om zijn. Maar op een dag riep het katje hem bij hem. Hans, ik heb nu wel genoeg hout. Ik denk dat ik het nu wel red voorlopig. Ik wil dat je nu met deze zilveren zeis al mijn landgoederen daar, al het weiland, gaat maaien. Nou, Hans was al lang blij dat hij iets wat anders kon doen. Dus hij pakte de zilveren zeis, liep naar de weilanden en begon te maaien. Ging hem aardig af. En hij maakte er mooie schoven van. Veel werk voor één man alleen hoor, met de hond zoveel weilanden. En er was heel veel grond, dus hij was er heel lang mee bezig. En toen het klaar was, dacht hij, nu zullen die 7 jaar wel voorbij zijn. Dus hij ging naar het katje en hij zei, mag ik nu mijn paard uit gaan zoeken? Nou Hans, je hebt heel hard voor me gewerkt, ik ben heel blij met alles wat je voor me gedaan hebt. Maar je moet één ding voor me doen. Hier heb je een zilveren troffel, en een zilveren hamer en een hele mand met gereedschap. Bouw voor mij daar aan de rand van al dat weiland wat je gebouwd, wat je gemaaid hebt. Het uitzicht op het mooie dal. Bouw daar voor mij een mooi huisje, een gezellig huisje. Want hier ben ik zo ongelukkig. En Hans pakte de spullen en ging naar de rand van het weiland. Hij had nog nooit een huis gebouwd. Dus hij begon maar met uit te zetten. Zo met touwen. Nou, dit zou wel een slaapkamer kunnen zijn. Dit is een woonkamer. En hij begon maar een beetje. Dat lukte natuurlijk niet meteen, want het stokte er wel weer in. Maar hij zette enorm door. Hans is een enorme doorzetter. En langzamerhand lukte het hem. Hij was er heel lang mee bezig. Want in je eentje een heel huis bouwen, als je het nog nooit gedaan hebt, is heel veel werk. Maar het lukte hem. En uiteindelijk stond daar een heel lief huisje. Hij ging met poes. Ik heb het huisje gebouwd. Wilt u het zien? En krijg ik dan, als het goed is, mijn paard? Ik ga met je mee, Hans. En samen gingen ze naar het huisje. En het katje zwaaide de deur open. En tot Hans' stomme verwondering stonden er in het huisje 12 prachtige paarden. Trotse paarden, hoog op de benen, mooie hoofden. Oh,
Mag ik er daar even uitzoeken? Bijna. Nog niet, Hans. Je moet eerst terug naar de molen en over 3 dagen wordt jouw paard gebracht. Hans is een jongen die goed van vertrouwen is. Dus hij pakte zijn spullen bij elkaar en deed zijn oude jasje weer aan waar hij 7 jaar geleden ingekomen was en dat ontzettend versleten was met gaten. En hij ging met zijn knapzakje terug naar de molen. Daar werd hij opgewacht door de molenaar en de 2 andere knechts. Zo, Hans, jij hebt je tijd genomen, hè? 7 dagen ben jij weg geweest. Wij zijn er al met onze paarden, hè? Waar is jouw paard? Nou, dat komt over 3 dagen. Ja, dat zal wel. Kijk, die van Hans staan daar. En Hans keek in de richting die ze wezen en hij zag 2 paarden. De een was kreupel. En de ander was blind. Maar Hans, jij zei die jou over 3 dagen, hè? Geloof je het zelf? Ja, natuurlijk. Dat zullen we nog wel eens zien, Hans. Hans, je bent zo vies. Je ziet er niet uit, je stinkt. Je hebt het jasje aan wat je nog aan had toen je weg bent gegaan. Wij willen niet dat je bij ons eten slaapt. Ga in de keuken maar een bord eten halen en slaap maar bij de ganzen. En Hans ging naar de keuken, haalde een lekker bord eten en maakte zich gemakkelijk in het stro bij de ganzen. En daarna viel hij in slaap. En toen hij wakker werd, waren er 3 dagen al voorbij. En hij hoorde iets buiten. Viva Fiora, non si può riamorare, te la voglia mio digna, non desentrar lo luare. Het zingen van het katje. Ze kwam hem vast zijn paard brengen. En hij wilde al naar buiten rennen. Maar de molenaar had het ook gehoord en die was hem voor. Toen die naar buiten rende, zag hij een koets met daarop een prachtig meisje. En voor de koets stonden 6 prachtige paarden. En achter de koets liep een lakei met nog een ander paard, een zwart paard, ook hoog op de benen. Een prachtig paard. Het meisje sprong van de bok en ze zei: dag molenaar, is Hans er? Ja, Hans. Wat wilt u met Hans? Ik heb hier 2 stevige jonge molenaarsknechts. Is dat niks? Nee, Hans heeft voor mij gewerkt en Hans heeft dit paard verdiend. Dit paard? Heeft Hans dit? Hans heeft duidelijk de wedstrijd gewonnen. Laat Hans komen. En Hans kwam eraan. Hans, zei de molenaar, je hebt duidelijk gewonnen, hè? Dit prachtige paard, heb jij dit bij elkaar verdiend? Jij mag de molen hebben. Het meisje sprong voor Hans en ze zei: molenaar, de molen mag je houden. En het paard mag je ook houden, want ik neem Hans mee naar huis. Hans, wil je met me mee? En Hans keek. En hij kreeg er kippenvel van. Het was het meisje van het schilderij. En weer verdronk hij in haar ogen. Ja, ik ga met je mee. Ja, ik ga mee. En samen gingen ze op de bok van de koets zitten. En ze reden weg. Ze zwaaiden nog een keer naar de molenaar en de knechts. Het meisje legde uit wat er gebeurd was. Je hebt het wel door, hè? Ik was het, de poes. Ik was betoverd. Ik moest iemand vinden die 7 jaar mij wilde helpen, zodat ik hem ook kon helpen. En door jou is dat gelukt. Nu ben ik weer een mens. Hans, ga je nu met me mee? Nou, ik ben er al, hè? Dus ik ga wel mee. En ze ging in de richting van het huisje dat Hans gebouwd had. Maar het huisje was geen huisje meer. Het huisje was een paleis geworden met witte, slanke torens en kantelen en een slotgracht eromheen en een ophaalbrug. En samen, hand in hand, liepen ze de ophaalbrug op en ze kwamen binnen. En Hans wist niet wat hij zag. Tapijten aan de muur, mooie kleden op de vloeren, prachtige meubels en alle andere voorwerpen, bestek, de schilderijlijst, alles was van zilver en van goud. Hans, wil je met me trouwen? Zei het meisje. Nou,
Daar hoefde er niet eens over na te zeggen, te denken. Ja. Ja, hij wilde heel graag met haar trouwen. En ze gingen wonen in het paleis. En ze werden ongelooflijk gelukkig. En dit verhaal wil maar zeggen dat als je denkt dat iemand misschien een beetje te jong of een beetje te traag is, dat er altijd wel iets heel goeds van terecht kan komen.